De aanweerstijger voor kleine veerboten in Meerzorg baart assembleelid Annie Sadi zorgen. Hoewel ze meerdere malen in de Nationale Assemblee heeft opgeroepen om de stijger te rehabiliteren, is er tot nog toe niets gedaan. Sadi spreekt van een gevaarlijke situatie voor zij die dagelijks de oversteek moeten doen van Meerzorg naar Paramaribo. Het feitelijke probleem is nog niet opgelost. Wanneer het eb is, u weet, brug onder water met alle modder, want er is land aan winst aan die kant, Meerzorg, waardoor die dingen daar op modder liggen. Het is niet te doen, gevaarlijke situatie. Dus van hieruit natuurlijk, ik heb alle belief en geloof dat ze aandacht besteden, maar laten we eerlijk zijn, we hebben wel echt te lang gewacht. Of gaan we wachten tot het kalf verdronken is? Ik hoop het niet. Sadi geeft ook aan dat het tarief voor de bootritjes achterhaald is. Het tarief, welke nu gesteld is op 8 SRD, moest volgens haar reeds lang worden aangepast. Nog, en vanuit de medium wil ik natuurlijk een beroep doen aan TCT om de tarieven zo gauw mogelijk te bespreken. Ik kreeg klachten van rechteroever en dat was vanmorgen. U weet de plek Magrita, Kronenburg. Daar zijn plekken waar de aanloop heel weinig is, voordat je een volle boot krijgt. Dus wat deed mensen in het verleden die dringend over moeten, die dringend naar de dokter moeten, die gaan dan een boot charteren, zeggen ze. Het was 100 SRD. Maar ik kreeg vanmorgen berichten, dus ik moet wel nog contact maken met de boothouders, dat ze 150 vragen. Weet u, wanneer we praten over prijsverhogingen, is mijn eerste bezorgdheid, hoe moet het volk betalen? Maar daarnaast is ook een aspect als voorzitter van de boothouders. Hoe moeten de boothouders dan ook verder hun bedrijf draaiende houden? Want wanneer we praten over benzineverhoging, is niet alleen maar dat deel. Ze worden geconfronteerd met onderdelen van motorboten, onderhoud van hun boot, betaling van hun arbeider. Ja, want je moet op zijn minst met je tweetjes in de boot. Het DNA-lid zegt dat de achterstanden van COVID-gelden voor boothouders in Kommewijnen nu uitbetaald worden. Echter ziet ze graag dat de dringende problemen waarmee de boothouders kampen, zoals slechte stijgers en het tarief welke achterhaald is, opgelost worden.